Wij zijn gezellig aan het wachten. Bro, die zag dus een plekje voor mij, dacht hij. Ja. Hele goedemiddag allemaal, welkom op deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag zaterdag 22 oktober 2022. En het is nu 2:50 in de middag. Ja, het is een beetje laat, maar daarvoor is het ook weekend. Dan mag het een beetje, hè, vanzelf. Ja, dus Roderick is al met de zusjes en ik ga nou met Lady. En vanavond gaan we lekker uit eten met twee vrienden. Dus eentje wil er niet op, eentje weet ik niet. Dus dat zien we dan wel. Maar wij wensen jullie wel heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Kom dan. Ja, kom. Ja, doe gek. Liddy, kom dan. Ja. Lekkere schat. Nou, vanuit Lady uitlaten zijn we hier. Ja. Bij onze bekende winkel. Waar anders. Alleen de prijs is tegenwoordig heel erg anders. Ja, en geen Hans anders, ook dat niet. Nee. Joepie. Joepie de poepie. Oh, maar dat ziet er zo goed in. En nou is het een euro, hè? Nu wel. Eurotje. Van de week, waar is een papa? Nee, is een andere. Oh. Ik heb de luxe. Oh, en de luxe nog wel. En niet? Ook een eurotje. Ja, ja. Je hebt nog brood, hè? Is het bezig voor mij, of niet? Ja. Ik heb nog brood. Genoeg. En ik ga er eentje van hebben. Ja, tuurlijk. Prima. Vraag je straks maar. Misschien al twee. Prima. Of 3, 6, 8, 20. 20, ja, is goed. Ja, 20 en dan met een 0 eraf. Heb je ook 2. Ja, toch? Ja. Je moet een beetje slim wezen, zeg maar. Deze vrouw van jou... Die houdt van jou. Ik hou van Kaas. Dat is weer Ro. En die praat er liever overheen. Die is lekker. Die, en die zegt nooit van, lieve schat, ik hou ook van jou. Doet hij nooit. Kaas is lekker. Ik hou van jou. Kom eindelijk. Konijnenkaas. Ik hou ook van jou. Ik hou van jou. Ja, en ik van geitenkaas, okay. Jong belegen. Nou, hoeveel ook niet. Bah, in één keer. Eigenlijk wil ik zo meteen even weer op die plek waar ik gisteren was. Ja. Eventueel met jou zo meteen. Dan weet je waar ik altijd foto's maak van de auto. Het is even foto's maken en dan weer pleiten. Nou, echt gezellig. Ja. Je bent nu een dagje vrij, dus ik zou het fijn vinden. Dan zou ik ook fijn vinden dat je gewoon met mij even meegaat. Ja, maar dan ben ik toch niet vrij meer? Natuurlijk wel. En je hoeft niet te rijden. Ik rij. Jij niet. Ik wel. Ja. Dat is weer... Oh ja, meneer is vrij, dus dan wil hij ook lekker thuis blijven. Lekker erop uit bij mij, weet je. Doe gewoon gezellig. Wij zijn gezellig aan het wachten. Heel gezellig aan het wachten. Ja, op wie? Op onze goede vriend. SH. Steven gewoon, ja. Iedereen in die ken Steven heten. Ja.
Vooral de jongens die Stefan heten. Ja, precies. Nee, we zijn dus nu daar even op aan het wachten. Dus we dachten eigenlijk dat we hem zagen rijden net, maar... Je had zo'n soort van busachtig iets. Ja, daarom juist. Dat rijdt hij meestal omdat hij wat grotere zin heeft, zeg maar. Ja, daarom. Maar of hij kan het weer niet vinden. Hij heeft een navigatie. Misschien een navigatie. Ja, maar je navigatie die kan je ook soms op naar een andere... Die kan hem eventueel bellen. Ja, dat kan. Als je een telefoon hebt, dan wel. Nou, dan moet je je telefoon pakken. Ja. Zo, pak ik even je telefoon. Als jij deze even overneemt. Kan jij hem bellen? Nee, jij. Moet ik hem bellen? Hij ligt ook aan de lader. Ah, aan de lader. Heb je zijn nummer? Huh? Heb je zijn nummer? Zijn nummer staat namelijk... In de mail. In de mail. Ah, in de mail. Ja, in de mail. Ja. Een plucht. Of het kan ook zo zijn en dat hij... Ah, hé! Hey! Of is dat hem niet? Volgens mij wel, toch? Zou kunnen. Ik weet het niet eens. Heel erg schande. Nee, dat is hem niet. Dat is hem niet, of wel? Lijkt er heel erg op, maar het is wat ouder. Heel erg dit. Dat is hem wel, volgens mij. Toch? Vergeet even. Jawel. Ja. Hi. Hey. Zo. Hartstikke mooi. Even een autootje voor. Nee, niet. Oké, dan niet. Autootje hier achter me. Maar ja. Ik ga even achter Ro en Steven aanlopen. Ja. Maar. Ro, die zag dus een plekje voor mij. Dacht hij. Ja. Wil die me hier tussen laten parkeren? Ja. Nou. Denk het niet, hè? Nee, is niet handig. Maar wij gaan weer uit eten. Bij Wereldrestaurant samen. Ja. Ik hoop dat mijn mes en alles gaat vallen. Ik wilde het net zeggen, het ging het al. Kipsatéetjes. Rosbief. Eentje. Ja. Mozzarella. Mozzarella. Kaassoufflé. Frietjes. En kroepen. Yummy. Zo, ik heb lekker kapotje. Ik heb hier lekker vis en ik heb hier een lekkere abe-smoothie. Ja. Yeah. Ik ga weer terug voor het eten. Nou nee hoor, die halen ze echt niet weg. Oh. Maar ik denk gewoon even samen met jou even lopen. Maar ja, ik ga alvast even dan een smoothie halen. Hallo. Hi, pa. Alles goed? Die pa, Pris. Als je gewoon dan tegen hem zegt, wie hier nou loopt, van niet weghalen, dan zie ik je zo alweer hier. Zo, ik vind sowieso één smoothie lekker en ik neem even gelijk twee bordjes mee, lekker warm. Pam. Twee bordjes mee. Ik wel. Dat is stikke mooi. Het is hier een beetje druk, kan ik je vertellen. Maar dat geeft niet. Druk zijn hier is ook leuk. Een beetje zigzaggen hier, dat is ook leuk. Zigzag en door een restaurant heen. Ja. Ah, bij een smoothie. Ja. Als jij nou die even zo doet. Kijk. Nee, die is genoeg. Zo. Nee, die hoef ik niet. Nee, ook niet. Want dus kiwi, die mag ik niet hebben. Nee, ook niet. Nee, geef mij maar aardbei. Waar ga jij naartoe? Ik ga weer terug naar tafel. Ga je naar de tafel weer? Ja, voordat mijn eten weg is. Is goed, ik zie je zo, ja? Okay. En dan mag ik hier dus ook wel even op doen, een klein bordje. Hallo. Thank you.
draaien, smorten. Cassis. En hier heb ik garnalen, kipfilet en champignons met knoflooksaus en ketchupsaus. Lekker. Slaapkamer. Dat betekent dat ik dus ga slapen. Dus, vond jij dit dan weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan, want dan blijf jij namelijk op de hoogte. Doe het duimpje omhoog. En laat even een leuke reactie achter. Dat zou ik heel tof vinden. En dan zou ik zeggen, dankjewel weer voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.